in de categorie Sportploeg van het jaar 2023. Deze trappers gaan het ver schoppen. Tilburg Trappers U17 Junioren. De schrik voor professionals. Volley Tilburg Heren 1. Zij zijn klaar voor het NK, WK en EK. The Reaction Crew. Het is de snelste teamsport ter wereld. De trappers U17 zijn er ook snel bij om het NK23 te winnen. Tijdens corona werd hiertoe in wisselende samenstellingen en op wisselende tijden hard getraind door de 22 teamplussers onder leiding van de 5 stafleden. Het team staat. Er wordt nu getraind op het perfectioneren van de individuele schaats- en stikskills. Op naar internationaal succes! Techniek, tactiek, goed en sportief samenspel. De formule waarmee Volley Tilburg Heren 1 kampioen topdivisie is geworden. Het hoogst haalbare in het amateurvolley. En dan ook nog een bekertoernooi winnen van het eredivisieteam. Hun ambities? Nog meer spelvariatie. Meer jonge spelers aantrekken en promoveren naar de superdivisie in oprichting. Kijken naar hip-hop dance, dat is relaxed. Maar voor de dansers van The Reaction Crew betekent het knallen als team. Het vraagt om conditie, om super strak en synchroon te dansen. En tot 4 keer 2,5 uur trainen per week. Het resultaat? Tweede op Hip-Hop International, vijfde op het EK en eerste bij U18. Wat een team! Na het dansen volgt altijd een groepsknuffel en dan op naar de McDonald's!